nieuwe serie Sporen van Ajax gaat schrijver Menno Pot op zoek naar plaatsen in Amsterdam waar Ajax historie heeft geschreven. Middenweg 401, daar staan we ongeveer hier, ter hoogte van middenweg 401. De plek van het voormalige Stadion De Meer. Het beroemde Ajax Stadion De Meer. Je ziet café Meerzicht, bar Meerzicht. Had vroeger uitzicht op het Stadion De Meer. Nu heeft het in feite nog steeds uitzicht op De Meer, alleen dan wel Park De Meer, het woonwijkje. Wat hier op de plek van het stadion gekomen is. Ik vind het heel gek dat die bebouwing hier helemaal tot aan de straat komt. Het staat zo hoog, doemt het voor je op. Het stadion zelf, het Ajax-stadion, stond een stuk verder naar achteren, want de trainingsvelden lagen er nog voor. Hier kon je niet zomaar rechtdoor lopen. En het stadion lag ietsje verder naar achteren. Je ziet, het heet hier Esplanade De Meer. Ik weet niet wat een esplanade is. Het stadion, de straten in dit kleine woonwijkje, die zijn eigenlijk genoemd naar beroemde stadions waar Ajax Europees succes geboekt heeft. Er zijn hier ook straten nog genoemd naar stadions als Delle Alpi en Bernabeu en het Prater, waar Ajax de Champions League gewonnen heeft. Dus eigenlijk stadions waar Ajax getriomfeerd heeft, zullen we maar zeggen. Maar ze speelden toch heel weinig Europees hier? Ja, dat is een beetje de ironie, hè? De Meer was het stadion waar Ajax vooral voor de competitie speelde. En Europese wedstrijden vonden hier nauwelijks plaats. Het waren er in totaal 17, al die jaren. En dan vooral in de vroege ronde van de Europacup toernooien tegen kleine Europese tegenstanders uit kleine voetballanden. We staan ondertussen trouwens op de Johan Cruijffbrug. Schitterende houten brug. Er zijn 12 bruggen in dit parkje. En die hebben allemaal de naam van een speler van het Gouden Ajax uit de jaren 70. Dus dat zijn van die verwijzingen waarbij je nog een beetje kunt zien wat er hier heeft plaatsgevonden in de jaren 70. En verder zie je, ja, woonwijkje. Het doel van deze wandeling hier, waar we naartoe gaan lopen, dat is de middenstip van het voormalige stadion. Want die is gemarkeerd, bij wijze van monumentje. Kun je zien waar de middenstip van De Meer lag. En hij ligt overigens niet helemaal precies op de goede plek. Volgens mij ligt hij iets te veel richting de stad. Hoe weet je dat? Nou, dat is een kwestie van logisch nadenken. Hij ligt niet in het midden van het parkje, volgens mij. Nou ja, anyway, het moet de middenstip voorstellen en het is een monumentje. Ajax ging hier in 1934 naartoe. In de jaren daarvoor speelden ze wat verderop die kant naar de stad in een stadion dat het Houten Stadion werd genoemd. Dat verlieten ze in 1934 omdat het te klein was geworden. Omdat die houten tribunes niet meer aan de eisen van de tijd voldeden. Dus ze hadden een fatsoenlijk bakstenen stadion nodig. 22.000 plaatsen. Was toch al de helft groter dan wat ze hadden. Het was ontworpen door de architect Daan Rodenburg. Vier mooie rechte tribunes rond het veld. Grappige bungalowtjes in de hoeken. Mooi stadion, een beetje Amsterdamse schoolachtig zou ik willen zeggen. Daar heeft Ajax natuurlijk, ja, het is historische grond. Je kan er heel sentimenteel van worden, hè. Hier heeft Johan Cruijff gespeeld, hier heeft Dennis Bergkamp gespeeld, Marco van Basten, Sjaak Zwart, noem ze allemaal maar op. Hier is rond 1972 en rond 1995 een tijd het beste voetbal van de wereld gespeeld. Dit is de middenstip. Aftrappen hier. En hier vond het allemaal plaats. Waar stond jij vroeger als supporter? Ik stond in vak G. Dat is daar. Aan de diemenzijde van het stadion. Het vak naast de F-site als het ware. En even kijken of die ertussen zit. Je ziet daar ook een monumentje eigenlijk. Bordjes die boven de toegangen van de vakken hingen. Vak D zie ik, vak K, nee, vak G zit er niet tussen. Nou ja, dat zijn dan die gedenktekentjes, hè. Eigenlijk vind ik het jammer. Ik vind niet dat er genoeg gedaan is met dit stadion. Ze hadden zoiets moeten doen als een mooie hoek, authentieke tribune intact laten en daar een monument van maken. Of bijvoorbeeld een stuk muur overeind laten en dat integreren in de gevel van een nieuw gebouw. Want dit zijn een beetje van die bijeengeraapte, hè, vind je niet? Het zijn van die tekentjes. Het zijn een beetje Finex gedenktekens, vind ik. En dat is toch niet helemaal zo chic als het had moeten wezen. Je moet het een beetje hiermee doen. Kijk eens op deze palen.
taferelen van juichende voetballers met trofeeën. Je ziet er een Ajax-iet tussen. En daar moeten we dan maar uit concluderen dat er hier toch hele grote dingen gebeurd zijn. Hoewel dan natuurlijk weer net niet van dat soort dingen. Want Europese bekers heeft Ajax hier niet veroverd. Maar er is gruwelijk mooi voetbal gespeeld hier. Ja, van 1934 tot 1996, toen ging de tent dicht. Volgens mij 21 landstitels gepakt. In de tijd dat ze hier zaten. En ik herinner me nog goed 1996, de laatste wedstrijd. Dat was een kampioenswedstrijd. We werden weer landskampioen, daar waren we bijna aan gewend in die tijd. Maar daarna de laatste gang naar de tram die dan daar stopte, lijn 9, de Lus. En dan ging je terug naar de stad. En dan nog één keer omkijken naar het stadion van, nou, hier gaan we dus nooit meer spelen. Ik vond het verschrikkelijk, ik heb erom gejankt toen. En ik heb de beelden van de sloop ook nooit willen zien. Die zijn op tv geweest in het journaal. Ik wilde er niks van weten en nog altijd, ik heb het nog nooit gezien. En dat ga ik zo houden. Ik wil dat niet zien dat stadion tegen de vlakte gaat met de sloopkogel. Want hier heb ik te mooie dingen beleefd. Toch. Hè? Park de Meer. In de volgende aflevering van Sporen van Ajax neemt Menno Pot ons mee naar de geboortegrond van Johan Cruijff.